Hi allemaal, sinds een hele lange tijd hebben wij weer een Primark shoplog voor jullie. En ik zeg sinds een lange tijd omdat we eigenlijk al een tijdje niet zijn geslaagd bij de Primark en eigenlijk al een tijdje niet zijn gegaan. Mm-hmm. Dus we vonden het wel heel erg leuk om weer eventjes te kijken wat ze op dit moment in de schappen hebben liggen. Of nou ja, schappen, in de rekken hebben hangen. En we zijn echt heel veel leuke dingen tegengekomen. Uiteraard zijn we weer de deur uitgelopen met heel veel leuke spulletjes en die gaan we jullie allemaal laten zien in deze shoplog. En we zullen ook hier gewoon de items nog aandoen, daarvan beelden in beeld zetten. En dan kan je echt zien hoe het staat. Dus kijk vooral verder als je wil weten wat er momenteel in de winkel ligt en wat wij geshopt hebben. Nou, een van de eerste items die we tegenkwamen is deze mom jeans. En hier zijn we echt super blij mee, want we zijn dol mom jeans. Maar die kom je gewoon niet altijd tegen in de Primark. Mm-hmm, ja. En dit is een hele mooie blauwe denim kleur. En hij heeft een beetje lichte damaged stukjes erop, dus waardoor hij een beetje gedragen lijkt. Ja. En het hele leuke eraan is dat de onderkant afgeknipt is. Dus die raaft een beetje. Nu kan je dat natuurlijk bij elke broek zelf doen. Ja, maar ik vond het wel een leuk detail. En het staat gewoon heel erg leuk. Als je ook deze broek wil hebben, dan raden we wel aan om zeker er een aantal te passen. Ja. Want ik had een 38 aan. En die was best wel wijd. Heel wijd. Tara deed haar 38 aan. En die zat super heel strak. Dus uiteindelijk heb ik een andere genomen. Ik heb een maat 40. Want die zat uiteindelijk niet super strak, maar ook zeker niet heel erg los. En ik denk eigenlijk dat het een beetje per broek dus verschilde. Nou ja, dat is eigenlijk wel logisch, want zoals ik net vertelde, dat hadden wij gewoon heel erg. Ja, dat was een heel opvallend verschil. Want ik heb bijvoorbeeld nu wel een 38. Ik moet zeggen dat die wel een beetje strak zit, maar ik ben gewend dat broek een beetje uitlopen. Ja. Dus dat die wel goed komt te zitten. Maar dat was echt... Maar onze normale maat is ook 38 van mom jeans. Dus ja. ik heb het gevoel alsof die deze keer ietsje kleiner valt. Maar ga zeker met meerdere 38 of meerdere jouw maat naar de paskamer. En neem ook nog even een andere maat mee. Want het verschilt gewoon een beetje. Dat is zeker wel eventjes... Het is niet een broek die je mee kan nemen zonder te passen. Nou, deze broek is high-waisted. En hij heeft dus ook nog een bloot enkeltje wat heel erg leuk staat met sneakers of met hakken. En deze kostte €17. Volgende item is een denim shortje. En ik vind deze echt super leuk. Hij is dus zwart gekleurd, een klein beetje vuil. En dan heeft hij aan de zijkant een heel leuk kanten detail. En wat ik heel erg fijn vind is dat hij gelukkig niet zeg maar te kort is. Dus niet dat mijn halve kont eruit hangt. Wat ik wel heel erg fijn vind, want ja, zo jong ben ik ook niet meer. Ik vind dat gewoon dit echt past eigenlijk. En misschien denk je, goh, er is, het is januari. Waarom heb je een shortje gekocht? Nou, ik ga een weekje naar Curaçao. Dus ik had iets van, ik moet daar natuurlijk iets voor hebben. 30 graden. Heerlijk. Mijn vorige denim short, daar pas ik niet meer in. Mijn vorige zwarte bedoel ik. Dus ik had een nieuwe nodig. Deze vond ik echt te gek. Hij is lekker high-waisted. En even kijken, het prijsje was ook heel erg fijn. Deze is namelijk €15. Het valt eigenlijk wel mee. Ja, het is helemaal niet heel goedkoop. Super budgetproof. Anyways, het prijsje is €15. Of je dat nou goedkoop vindt of niet. Ik vind het een heel leuk shortje en hij zat wel heel erg leuk. Ik dacht hij was goedkoper eigenlijk. Dat had ik in mijn hoofd. Zoals jullie misschien nog wel weten van mijn vorige shoplog, ben ik nog steeds op zoek naar leuke tops. En ik kwam deze tegen bij het Primark. En ik vind hem heel erg mooi, want hij is knalrood met een bloemenprintje. Hij heeft een ingebouwde choker. En hij heeft ook nog een beetje zo'n... Ruffeltje. Maar ik vind het een heel leuk blouseje. Hij is een klein beetje dat hij doorschijnt, maar dat vind ik altijd wel leuk. Kan je alleen een BH'tje eronder doen of nog een topje. En de prijs was €13. En dan in precies dezelfde kleur en print heb ik een playsuitje uitgekozen. En dat is deze. En ik vind hem heel erg schattig, want hij heeft ook weer die roesjes op de schouders. Roesjes bij de armen. Roesjes bij de benen. Het is een heel vrouwelijk pakje met echt heel lange mooi. Mouwtjes. De voorkant die gaat een beetje zo samen. En deze kostte €17. Volgende item hebben we ook met z'n tweetjes. En het is, ik weet niet zo goed hoe ik deze stof moet noemen. Maar ik vind het eigenlijk een soort van crepapier eigenlijk. En het is een culotte. Crepapier. Dus hij, dat lijkt het een beetje op. Het is zeg maar heel erg Ik zou niet apart. Weten, ja, het is inderdaad van dat van die stof die niet kreukt. Ja, dus dat is echt ideaal wanneer je op reis gaat of wanneer je gewoon lekker thuis aan het loungen bent. Dus dit is een culotte. Hij is helemaal zwart en lekker licht stofje. Dus ik ga hem ook gewoon meenemen naar Curaçao, maar ook gewoon voor thuis loungen of met een panty eronder is die heel erg leuk. Volgende item is een trui en het is deze knalrode trui. Ik wilde eigenlijk heel graag al een knalrode trui hebben, maar ik kon steeds niet een leuke vinden of eentje die bij me past. En ik vond deze wel heel erg tof, want hij heeft een beetje van die bolletjes erop. En heeft hij ballonmouwtjes en hij is cropped. En hij staat echt super leuk op die mom jeans van net. En ik heb natuurlijk alleen maar hoge broeken, dus ik vind dat dan heel erg leuk staan.
En de kleur is ook prachtig. Ik heb hem in een maatje L genomen, zodat hij iets losser zit. En hij kostte €16. Als je onze blog volgt, dan bijvoorbeeld de weekly snaps, heb je misschien wel gezien dat Tara en ik weer aan de sporten zijn geslagen. Dit jaar gaan we het wel echt serieus aanpakken en zijn we dus echt bezig. En dat betekent dat we ook nog even wat nieuwe, nou ja, betekent niet per se, maar we hadden wat nieuwe sportkleding nodig. Of daar hadden we gewoon zin in. Dus ik heb een nieuwe sport-BH genomen en dat is deze. Ik heb er al een aantal van Primark en die zijn gewoon heel erg fijn. Dus ik dacht, ik ga deze keer gewoon weer kijken wat voor leuks ze hebben. Hun sportafdeling is trouwens altijd echt heel erg leuk en heel erg uitgebreid. Ze hebben er heel veel. Maar ik heb dus deze keer gekozen voor dit sport-BH'tje. Ik vind het wel heel erg leuk dat hij zeg maar van grijs overloopt in donkergrijs. En hij voelt gewoon heel erg lekker zacht aan. En dat vond ik wel heel erg fijn. En wat ik ook wel heel erg belangrijk vind, is dat hij van die ingebouwde cups heeft, zodat je niet... Nipples everywhere. Ja. Dus deze vond ik helemaal top. En deze kostte €6 maar. Wat ik echt heel erg cheap vind. Nou, hij ziet er heel erg goed uit. En ik was zelf op zoek naar een nieuwe sportbroek. Want ik heb er wel een aantal, maar die hebben allemaal van die hele kekke kleurtjes. Maar ik wilde eigenlijk gewoon een nieuwe zwarte. En ik kwam deze tegen. En dat is de Tight Fit Ankle Length Legging Waist Shaping. En het is best wel een stevige sportbroek. Dus kwalitatief gezien voelt hij heel goed. En hij is, heel erg belangrijk, squat-proof. Mm. Je kan ermee squatten en je ziet je ondergoed er niet doorheen. Althans, niet in het licht in de Primark paskamers. Ik heb het nog niet in de sportschool geprobeerd. Maar ik denk dat het wel goed zit, want hij is best wel stevig. En dat hele shaping gedeelte, ik weet niet of dat nou echt werkt. Ik denk dat ze dat shaping bedoelde aan de bovenkant. Dus je die brede band hebt, vind ik zelf ook wel heel erg fijn. De prijs van deze was... €11, dus het is echt een super klein prijsje voor zo'n sportbroek. En dat is altijd heel erg lekker. En mocht je geïnteresseerd zijn, ze hebben hem ook nog in het olijfgroen. Dat is ook wel heel erg cool. Ik heb verder ook nog een basic sport t-shirt meegenomen, want die had ik ook echt heel erg nodig. En deze denk ik, ik geloof dat je hem ook in andere kleurtjes had, maar ik heb natuurlijk voor de zwarte en gekozen. Ook. En je hebt gewoon hele mooie soort van ribbeltjes erop. Voelt gewoon super lekker aan. En deze was ook maar €6, wat ik een heel goed en fijn prijsje vind. Hij is trouwens ook niet zo heel erg kort. En welke maat heb je hiervan genomen? Ik heb wel een maat 8... Oh, wow! Ik daar! Tara en ik hadden... Zij had ook een maat 38 genomen in de paskamer. En ik had dat ook. Alleen nu zie ik dat ik gewoon maat 42, 44 heb. Ja, want bij mij zat hij echt super strak. Terwijl ik eigenlijk een oversized shirtje vind ik wel lekker. Dus ik zei tegen Larissa, hoe kan het... Dat hij bij mij zit alsof ik een duikpak aan heb en bij jou gewoon ja, los. Ja, bij mij zat hij dus heel lekker, echt precies zoals ik hem wilde, gewoon lekker. Maar ik denk dat het gewoon het verkeerde hangertje erop zat. En ik heb dus inderdaad een maat 42, 44, maar die vond ik zelf echt super fijn zitten. Dus deze ga ik gewoon lekker houden. Op de lingerie afdeling kwam ik deze bralet tegen. En hij is knalroze met velvet. Ik vond hem super schattig. En hij kostte maar €1, hij was afgeprijsd voor €1, dus... Kon hem niet laten liggen, moest hem meenemen. En ik ben heel erg dol op dit kleurtje. En ze hebben momenteel een paar kleine afprijzingen in de winkel. Ook op wat longsleeves zag ik. En bijvoorbeeld dit topje die ik hier heb. Dus dit is eigenlijk gewoon zo'n spaghettiband topje die je onder van alles en nog wat kan dragen. En deze was ook maar €1. Dus ja, echt voor nog kleinere prijsjes kun je dus ook nu momenteel even shoppen. En dan heb ik hier nog een bralet setje, knalrood. Een onderbroekje met een, bralet. En deze set kost maar €7. Toen zijn we natuurlijk ook op de pyjama en slaapafdeling bezig kijken. En hebben superleuke slippers gevonden. En dit is een heel lief paarsig kleurtje met schelpjes erop. En wat ik heel erg leuk vond is dat deze schelpjes allemaal verschillende kleuren hebben. Als en glitters. Een beetje, ja, een beetje holo zijn, maar dan niet helemaal. Maar je snapt wat ik bedoel, denk ik. En deze zijn lichtroze met allemaal regenboogjes erop. Dus ik vind deze ook super schattig. En Larissa heeft alle tweede soorten gehaald. Ik heb alleen degene met de regenboogjes. En ik heb ze al in gebruik, kan je vertellen. Ze zijn lekker warm. Ja, en lekker zacht. Namelijk. En ze waren maar €5. En ze kunnen eventueel nog in de wasmachine staan hier. Dus dat is ook wel heel erg goed om te weten. Toen ben ik ook nog even op de home-afdeling wezen kijken. En daar ben ik ook nog een klein beetje geslaagd. Ik heb namelijk eindelijk deze, ze noemen het 3 overdoor hooks. Ja, dus gewoon van die deurhaken. En ik hoop dat ze passen op mijn deuren. Want ik weet niet zeker of ze dik genoeg zijn of dat mijn deuren te dik zijn. Maar ik had hier al een heel tijdje over nagedacht van ik moet het een keer hebben. Dus daarom heb ik hem deze keer gewoon meegenomen. Je krijgt er 3 voor €3. Dus €1 per stuk, wat ik wel heel erg chill vind. En nu heb ik nog een hele leuke gadget. En dat is de Lazy Arm Tablet Holder. Nu moet ik vertellen dat ik deze, ongeveer 1,5 maand geleden een keer op AliExpress had besteld. Ik wachtte en wachtte en wachtte. Uiteindelijk
uiteindelijk heb ik contact gehad met de verkoper. En die kon hem niet versturen om een of andere reden. Dus ik heb hem nooit ontvangen. Ik heb als het goed is wel mijn geld teruggekregen. Maar dan moet ik nog heel even checken. Dus toen ik deze tegenkwam bij Primark, dacht ik, nou ja, deze is ietsje duurder, namelijk 8 euro. De Lazy Arm is namelijk een gadget. Aan de ene kant hier bij Tara's hand. Daar heb je een hele grote clip en die kan je op een tafel clippen of op een vensterbank of waar dan ook. Dit deel, dat moet hierop. Nee, je moet hem erin drukken. Oh. Oh. Ja. Oh ja, dan moet ik hem vastdraaien, zo. Het is best wel een stevig ding, eigenlijk best wel zwaar. Als je dit, ik deed net zo en dit is best wel zwaar inderdaad. Maar dat is goed. Dus hierin kan je een tablet of in mijn geval denk ik gewoon dat ik een telefoon erin ga hangen. En dan kan ik gewoon bijvoorbeeld vanaf de bank of vanaf mijn bed heel makkelijk kijken zonder dat ik echt mijn telefoon in mijn hand hoef te houden. En dat je hem op je hoofd laat vallen, dat je een lamme arm krijgt. Ja, want deze die clip je dus gewoon in de tafel. Je kan ook gewoon hier op de bank liggen. Ja. En in je salontafel prikken en dan naar je toe. En je dacht, nou ja, 8 euro, dat vind ik echt wel heel erg leuk. En ik wilde al heel erg lang zo'n ding, dus... Heel erg chill, hoor. Topper. Nou, al deze items hebben wij geshopt in de Primark in Amsterdam. Mocht je je nog afvragen waar we het vandaan hebben. En het enige wat we hebben geskipt eigenlijk is de beautyafdeling beneden. Want het was zo druk eigenlijk. En we waren echt al te lang binnen. Ja, op een gegeven moment had ik er gewoon geen zin meer in. En onze tassen waren zwaar, dat soort dingen. Dus die hebben we op dit moment geskipt. Maar we vroegen ons af, zouden jullie het leuk vinden als wij een keertje weer wat testen van de beautyafdeling... Misschien een apparaatje, misschien make-up of iets dergelijks. Ja. Dan gaan we wel weer een keertje terug en op zoek naar spulletjes die we kunnen testen in een video. Dat zou heel erg leuk zijn. En we zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd wat jullie vonden van onze aankoopjes. En wanneer jullie bijvoorbeeld voor het laatst naar de Primark zijn geweest en naar welke Primark jij het liefste gaat. Ik bedoel, wij gaan eigenlijk... Op dit moment alleen naar Amsterdam eigenlijk, ja, het liefst. Dat is echt gewoon de grootste store en voor ons ook het allermakkelijkste om te bereiken, omdat ze toch heel vaak naar Amsterdam zijn. Mm-hmm. Dus dat is onze favoriete winkel. En ik hoop dat jullie het leuk vonden weer om naar deze shoplog te kijken. Geef hem vooral een duimpje omhoog. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En zien we jullie heel snel weer in de volgende video. Doei! Doei.